Ja, dames en heren, ook van mijn kant een goede dag. Vandaag hebben we editie 257. En ook de onvaarlijk Spaans editie today. En het gaat natuurlijk sowieso gaan over, eigenlijk in verband met een COVID-situatie die de afgelopen 16 tot 18 maanden. Ik heb twee zwaargewichten vandaag op bezoek. En het zijn gasten, zwaargewichten die in de vakbond een belangrijke rol spelen. Maar ik wil die gewoon een beetje nog in de spanning houden. En ik ga de heren vragen om zichzelf aan u voor te stellen. Ja, goedemiddag meneer Stuttgart en alle andere luisteraars. Ik ben Lloyd Pool. Een heel eenvoudige persoon. Welke door het leven gaat en eigenlijk bekend staat als vakbondsleider. En wel als voorzitter van de Bond bij het Academisch Ziekenhuis, de ABLAS. En mijn tweede gast? Nou, mijn naam is Emmanuel. Ik ben jarenlang voorzitter geweest van de vakbond bij de Verenigde Sporteling. En zeker bijkans 20 jaar. Maar in totaal ben ik zeker al langer dan 25 jaar actief in de vakbeweging. Toch, ik heb dus verschillende functies in de vakbeweging. Onder andere ben ik in het dagelijks leven ondervoorzitter van de progressieve werknemersorganisatie, dat is de PWO, vakcentrale PWO. En daarnaast ben ik nog voorzitter van een aantal bonden, onder andere de bond bij de HEM Suriname. En bestuurslid bij VSH werknemersorganisatie. Bestuurslid bij de Mayella werknemersorganisatie. En zo zijn er nog een paar vakbonden waarvan ik actief ben. Maar het meest voorname is ik ben dus actief bestuurslid van de Algemene Werknemersbond, AWB. En daarover zal ik later in het interview verder uitweiden. Ja. Een vraag. Hoe word je vakbondslid? Hoe gaat dat aan toe? Hoe word je dat? Bedoelt u gewoon lid van de vakbond? Ja, maar op een bepaald moment lid van de vakbond en dan word je dan ineens vakbondsleider. Hoe gaat dat aan toe? Want voor politiek, misabi, toch, je wordt lid en je doet je best. En dan ineens de man lukken je, dat de man zegt, hé, wil je niet meedoen aan de top? Hoe gaat dat in de vakbond aan toe? Nou kijk, er zijn verschillende manieren waarop je eigenlijk bestuurslid kan worden. Maar het voornaamste is eigenlijk dat er een verkiezing moet zijn waarbij je wordt verkozen tot bestuurslid. Toch? Dus niet van de een op de andere dag val je gewoon uit de lucht als een helikopter. Van vanaf vandaag ben ik bestuurslid van de bond. En er zijn wel soms andere mogelijkheden waarbij je eigenlijk wordt voorgedragen door een bestuur of wordt aangenomen door een bestuur. En dat is meestal wanneer er open plekken zijn komen te staan. Dus binnen het bestuur, dan kan het bestuur aan de hand van de statuten natuurlijk bepalen dat je bestuurslid wordt of niet. Natuurlijk is het bestuur verantwoording verschuldigd aan de algemene ledenvergadering daarover. Oké. Nou, misschien kan ik aanvullen. Inderdaad, ben ik het volkomen eens met Lloyd. Maar je moet je voorstellen dat vakbondsleider eigenlijk een roeping is. Je moet het in de genen hebben. Je moet je verantwoordelijk voelen om voor je medemens op te komen in het arbeidersveld zonder enig winstbejag. Want dat speelt vaak bij mensen die opkomen voor anderen. Die man wel een pizza auto. Maar dat speelt bij een vakbondsleider die de juiste hart op de juiste plek heeft niet. Want laat me een kort voorbeeld geven. Toen ik voor het eerst in het vakbondswereld rolde, ik had niet eens nog een zeg maar, opleiding achter de rug in het vakbondswezen, voelde ik al dat ik me betrokken voelde met mensen die in de verdrukking zaten. Ik was werkzaam toen bij Huis Asiana en ik zag zoveel onrecht. Mensen die hun werk niet wisten en zeiden van nee, dit ga ik niet pikken. En toen ben ik een halve revolutie begonnen, samen met andere medestanders. De vakbond die toen fungeerde, hebben we zelf met een stille revolutie vandaan gehaald, hebben we een eigen vakbond opgericht
om de belangen van de werknemers te behartigen. Toch, en die boze vakbond is nu heel bekend. Het is genaamd de Huize Asianen Werknemersbond. Nou, ik was onder andere een van de crisisvader van die vakbond. En dan moet ik zeggen dat waar je ziet dat mensen in een bepaalde positie zijn, dan moet je de mensen eenmaal 4 uur kunnen dienen. Ik kan zeggen dat mijn telefoon eenmaal 4 uur online is. Meneer, ik hier mijn telefoon. Ook al is het 2 uur de ochtend, was maar bel voor een noodtoe. Dan vind ik me geroepen om die persoon te worden staan. En van gedegen advies te dienen. Want dat is waarvoor je geroepen bent als vakbondsleider. Toch, ik moet wel eerlijk zeggen, mijn politieke achtergrond. Ik zeg het, vakbond en politiek gaan wel samen, maar vakbond en partijpolitiek gaan niet samen. Maar mijn politieke achtergrond, ik heb dus een revolutionaire achtergrond. Waar ik zeg van, no matter what, wie zomaar kon kleur, ras, achtergrond, arm, wie dat ook, mio jeepie, hoe pimp shit, mio kan jeepie. En ik zal door stormen gaan, oceanen oversteken, om de persoon een goede satisfactie te geven. Althans, om de belangen van die persoon zodanig te behartigen dat die persoon achteraf kan zeggen, dus dat is toch goed geweest, dat ik naar meneer wil. En daarvoor sta ik. Ja. Dat is het persoonlijke principe die ik heb. Oké, gewoon een moeilijke vraag. Ik wil gewoon moeilijk doen hoor. Ik ben dus vakbondsleider. En mama, ik ben in een organisatie waar er zeggen 5000 arbeiders zijn. En we vechten een vakbondstrijd. Ja. En we kunnen van de werkgever geld afdwingen. En Kotaki, de man kiest allemaal 10.000. En ik vraag nu van de leden dat ze allemaal 100 SRD en 200 SRD geven voor mijn bijdrage. Is dat juist? Never. Nee, dat is niet juist. Never. Kijk, in de statuten van verschillende bonden is het ook opgenomen dat jij een schadeloosstelling kan ontvangen vanuit de bond voor de vakbondsactiviteiten, eigenlijk het vakbondswerk dat je verricht. Het vakbondswerk op zich is in feite pro deo. Dus om aan de leden te gaan vragen dat zij je apart weer een fee geven, dat is helemaal niet correct. Toch? Het is helemaal niet op zijn plaats. En je gaat eigenlijk ook een wantrouwen gaan scheppen bij de leden, want het hoort niet zo. Wanneer je zo bezig bent, is het doel, meneer Willy heeft het zo net gezegd, en daar sta ik 100% achter, om zonder eigen baat het belang van de leden na te streven, samen met de leden. Weliswaar hebben heel veel leden, dat zal ik wel even aangeven, dat wil ik even aangeven uit mezelf, het gevoel dat vakbondsleden geld hebben. Wel tegen mijn leden die dat denken, want vaak zegt men het toch, ay voor die jamoni, voor die gimwan blauw, voor die dat die. Nou, heel vaak is het ook zo dat diezelfde vakbondsleider ook in het bedrijf werkt, in sommige gevallen niet. Maar je moet niet eisen of verwachten van die vakbondsleden dat die jou eigenlijk geld gaat geven. Toch, want we hebben het allemaal moeilijk. En dat de persoon vakbondsleider is, betekent niet dat de persoon rijk is. De persoon heeft zich alleen maar gecommitteerd eraan om jouw belangen samen met jou eigenlijk te behartigen. Dus dat is het. Maar het is helemaal onjuist van vakbondsleiders om van mensen te vragen, geef mij persoonlijk geld uit wat wij hebben eigenlijk bewerkstellig. Wat soms wel gebeurt, dat bij mij nog niet hoor, maar wat soms wel gebeurt is dat de kast misschien leeg is en men heeft een doel. Toch, misschien wil je bijvoorbeeld een computer kopen of iets anders doen voor de bond. Dat vraagt me van de leden. Van leden, kijk, is het wel mogelijk dat naast je contributie je bijvoorbeeld de 1 SRD bijdrage levert voor dat doel. Maar dat doel moet niet zijn dat het geld in jouw zak gaat. Want daarvoor staat de bond niet. Ik kan me geen en al scharen achter Lloyd, want dat is eigenlijk die misvatting die er bestaat bij sommige leden van vakbonden. Uitgaande van dat de bestuur moet zijn nyamoni. Wel, ik kan eerlijk zeggen hoor, de jaren waarop ik bestuurslid ben geweest, of althans nog steeds ben, maar in de vakbeweging mijn diensten bewees, ben ik er nooit en niet meer rijk van geworden. Wat je wel hebt, en dat moet ik eerder toegeven,
je kunt netwerken. Je komt in een situatie waar je veel mensen die op posities zitten tegenkomt. En dat kan je misschien gebruiken voor je persoonlijk doel of voor de organisatie. Om te kunnen netwerken, belangen verder stellen, contacten leggen. En ja, ik zou wel vreemd zijn als ik zeg van nou, ik zal geen gebruik maken van een netwerk die ik heb. Om zeg maar een belang die je nastreeft behartigen. Maar zelfs persoonlijke wensbejag kunnen nastreven, dat zal ik nooit doen. En dat is nou eigenlijk het wezenlijke van een oprechte vakbondsleider. Ik ga u zelf zeggen, ik was ook een jonge man. Ik keek altijd op naar een vakbondsleider. Hij zal wijlen, maar ik wil zijn naam echt graag noemen, omdat die man de eer verdient. Marius Men. Die man was ondervoorzitter van de Progressieve Werknemersorganisatie. Maar die man was eenmaal 24 uur op de been voor de organisatie en de werkende klasse. Toch? Terwijl vakbondsleiders met mooie auto's rondreden, dat was wijlen Marius Ment op de bromfiets. Van oost naar west, van noord naar zuid, om belangen van werknemers te behartigen. Zelfs heeft hij menig vakbond helpen oprichten. Vakbonden die nu momenteel door andere vakbondsleiders worden geleid. Heeft Marius Ment helpen oprichten. Want dat is het verschil. Een vakbond overnemen, een bestaande vakbond overnemen en een vakbond oprichten uit het niets. Wel, ik ben een van de mensen geweest die zeker een aantal vakbonden heeft helpen oprichten vanuit het niets. Dus ik ben niet over het park getild om te zeggen van nou, iets op vakbondsleden in een bestaande vakbond. Nee, je hebt op een vakbond, ben beschie, waar komt het belang, je wordt geschaad. Dan zeg ik, ik neem een foto. Want dat is het van de vakbondsleider. Je moet een foto kunnen nemen. En mensen achter je scharen voor je een doel. En daarvoor sta ik. Ja. Heeft u ook een idool, een vakbondsleider als idool? Nou, er zijn enkele, maar een van ze die ik wel graag wil noemen, die is overleden. En dat was de heer Fred van Russel. Hij heeft ook de vakbond bij het Academisch Ziekenhuis, waar ik nu voorzitter ben, van ben geleid. Okay. En ik was echt een idool van die man. Oké. Okay. En ik wil even aan meneer Wells vragen. Wat is de historie van de Algemene Werknemersbond? Ik zie dat meneer Stuttgart wel moeite heeft met mijn naam, maar het is Weel. Weel, Weel. Weel. Maar goed, wat is in de naam? Nou, de geschiedenis van AWB, Algemene Werknemersbond, gaat heel lang terug. De oprichtersvergadering van deze vakbond, die weliswaar niet zo bekend is, gaat terug tot 15 november 1969. En toen waren vele van de mensen nog niet eens geboren. Toch? Maar om aan te geven hoe lang de historie van deze organisatie teruggaat. AWB is eigenlijk een geesteskind van de hele bekende Pater Weidman. Pater Weidman was een geestelijke die verbonden was aan de Rooms-Katholieke Kerk. En ook wel de geestvader van de progressieve werknemersorganisatie PWO als vakcentrale. Daarnaast was hij ook bekend als politicus. Hij heeft dus de PSV mede opgericht. Dus zo zie je dat zelfs in de 60e jaren al een groeiende bewustzijn was ten aanzien van werknemersbelangen. Nou, de AWB, de naam zegt het al, Algemene Werknemersbond, is een vakbond die dwars door de geledingen van het arbeidsveld heen gaat. Ik heb hier voor mij een affiche waarin alles staat aangegeven waarvoor de AWB staat. Bent u een werknemer, werkzaam in een bedrijf, je bent een individueel werknemer, stel nou, er is geen vakbond in dat bedrijf. Nou, dat is de AWB, de u aangewezen organisatie om uw belangen te behartigen. Want laten we elkaar niet voor de gek houden, in bedrijven waar er geen vakbond is, hebben de werknemers het enorm
moeilijk. Dan praten we over kledingbedrijven, winkelshops, ja, noem maar op. Er zijn zoveel bedrijven waar er geen vakbond aanwezig is. Maar nog steeds hebben de werknemers behoefte aan, bescherming van hun rechten. De overheid heeft wel instanties die belangen van werknemers beschermen. Maar de weg naar die instanties is veelal onbekend bij heel wat werknemers. Dus vandaar dat het altijd goed is om een vakbond te hebben. Dus de AWB is eigenlijk voornamelijk bedoeld om individuele werknemers te beschermen, maar ook werknemers die reeds verbonden zijn aan een vakbond, maar die zeggen van nou, ik wil toch stappen naar de AWB voor belangenbehartiging. Daar zijn we ook open voor. Wij verlenen bijstand niet alleen aan individuen, maar ook aan gezinnen op het gebied van arbeidsrechten in zijn algemeenheid. Toch? Onze doelgroep gaat voornamelijk uit naar bewakingspersoneel, want we weten allemaal dat die groep totaal niet beschermd is. Pompbedienden, thuiszorgpersoneel, administratieve medewerkers in verschillende bedrijven, bouwvakkers, casino- en horecawerkers, call agents, medewerkers die als paddenstoelen uit de grond worden gestampt. Vuilophalers. En last but not least, interieurverzorgers. Nou, er zijn natuurlijk veel meer werknemers in bepaalde regionen. Maar als u het hoort, dan weet u, als u een probleem heeft, zeg maar met uw werkgever, en u weet zich geen raad, kunt u zich aanmelden bij de AWB. De AWB is gevestigd aan de Limesgracht. Het nummer van de straat. Maar het is gevestigd in het gebouw van PWO op het terrein waar nu staat RGD Limesgracht. Daar is de AWB gevestigd. U kunt gewoon binnenstappen en er zijn altijd medewerkers die u zullen ontvangen en te woord staan, een intake van u zullen nemen en contact zullen opnemen met het bestuur van AWB. Ik ben dus persoonlijk verantwoordelijk voor het operationele van AWB. Dus ik krijg sowieso na die intake te horen wat het probleem is van die bewuste medewerker. Ik zal dus tijdens de uitzending mijn telefoonnummer ook doorgeven waarop u mij kan bereiken. En ik ben dus 1x24 uur te bereiken op de nummers die ik zal doorgeven. Voor nu is dit wel wat ik wil zeggen ten aanzien van AWB. Ja. Wat moet ik onder, dat vraag ik aan meneer Paul, wat moet ik onder arbeidsrechten verstaan? Nou, meneer Stuttgart, hoe zal ik dit formuleren? Als we praten over het arbeidsrecht, hebben we het in feite over het recht die de verhouding tussen de werkgever en de werknemer regelt. Dus wanneer werkgever en werknemer hebben besloten een werkrelatie met elkaar aan te gaan, dus werknemer gaat in dienst van werkgever en werkgever neemt werknemer in dienst, dan is het het arbeidsrecht die dan tussen deze twee partijen van toepassing is. En dat regelt namelijk verschillende zaken. Alles dat te maken heeft met arbeid. Want stel dat dit recht er niet zou zijn, dan zou je eigenlijk een manier van, eigenlijk een soort van slavernij hebben. Toch? Dat iedereen voor zichzelf kan bepalen wat moet ik doen en wat moet ik niet doen. Maar ook voor de werknemer gelden er wetten, regels. En regels waaraan de werknemer zich moet houden, want het is ook geen Wild West situatie. Toch? Dus wanneer je in het bedrijf besluit in een bedrijf te gaan werken, dien je ook te houden aan regels. Maar ook geen regels die tegen de wet zijn. Dus dat beschermt eigenlijk het arbeidsrecht. En wanneer is er sprake van een conflict tussen een arbeider en een werkgever? En wanneer treedt een vakbond op?
Dus kijk, sprake van een conflict is eigenlijk elk moment waarop de werkgever of de werknemer zich niet houdt aan regels en wetten en, die eigenlijk van toepassing zijn op dat bedrijf. En, ik zal een voorbeeld geven. Stel dat een, de werkgever het vermoeden heeft dat een werknemer zich heeft schuldig gemaakt aan plichtsverzuim. Dan moet er een procedure gevolgd worden als de werkgever wil komen tot sancties. En dat betekent dat de werkgever alvast zou moeten beginnen met een gebreken stelling van zo'n werknemer. Totdat je eigenlijk komt, want de werknemer moet de gelegenheid krijgen zich te verweren. Vooral binnen de personeelswet en dat is van toepassing op een landsdienaren. Toch? Dus de werkgever zou zich dan daaraan moeten houden dat hij de werknemer de gelegenheid geeft om zich te verweren. Als dit niet is gebeurd, betekent het dat de werkgever in gebreken is gebleven. Toch? Want je kan niet opstaan van de een op de andere dag, je vermoedt iets en je gaat sancties toepassen. Ook daaraan zijn er regels verbonden. Dit doet me meteen denken aan een begrip, onwettelijk verzuim. Beide heren wil ik die vraag stellen, wat houdt dat in? Omdat een kennis van me die meldt af, telefonisch, en komt later met een doktersattest. En toch wordt ingevuld onwettig afwezig. Dus ik wil weten dus nu, wat houdt dat onwettig verzuim in dan? Of? Ja, laat me daarop ingaan. Dus voordat ik daarop inga, wil ik toch even een aanvulling plegen. De definitie eigenlijk van de arbeidsrecht heeft eigenlijk veel te maken met de bescherming van de meest zwakkere partij. En dat is de werknemer. Toch, de werkgever is in een financieel sterkere positie om zich tegenover de werknemer te kunnen weren. Omdat, dat we elkaar niet voor gek houden. Wie de financiën heeft, die heeft de rules. Toch, en de werknemer is de meest zwakkere partij. Vandaar dat wereldwijd via ILO, International Labour Organization, er is een verdrag gesloten en Suriname is een deel van, die reguleert wetgeving op het gebied van bescherming van arbeidsrechten, maar ook rechten van de werkgevers. En een van, of aantal van die zaken zijn regulering van de manier van ontslaan. Ja, inderdaad, de manier van ontslaan. En daartoe is een ontslagwet ontleend aan de ILO-ratificatie. 2. Vakantiewet. Is ook een regulering daarvan, ook ontleend vanuit de ILO. SOR. De SOR-regeling heeft te maken met bescherming van de rechten van de werknemers bij een geval van ongeval. Veiligheidswet. De Veiligheidswet van 1947 is bedoeld om de belangen van de werknemer op de werkplek te beschermen. In de ruimste zin des woord. Toch, want het zal nooit zo zijn dat we rokoman, ik hoor ook allemaal prezen, zonder veiligheid. Die veiligheidswetten gelden voor de werknemer, maar ook voor de werkgever. Ook de werknemer kan beboet worden bij verzuim van het hebben van zijn persoonlijke beschermingsmiddelen. Mm-hmm. En een belangrijk punt dan is van die vraag, zelf vraag, kan de werknemer onwettig verzuim registreren? Het zou kunnen, maar dat is een persoonlijke keus die de werknemer zelf maakt. Want de wet stelt, je hebt een meldingsplicht. Toch, dat is ontleend vanuit de arbeidswetgeving, ook vanuit de personeelswet. Je moet melden. En als je correct hebt gemeld, zoals zeg maar de CAO aangeeft, of als er geen CAO is, is er een arbeidsreglement in het bedrijf, want dat stelt de wet. De wet zegt, indien er geen collectieve arbeidsovereenkomst is in een bepaalde bedrijf, dan moet de werkgever zorgen voor een arbeidsreglement, ontleend aan
de arbeidswetgeving. Dus het moet er zijn, want je moet toch weten wanneer je moet houden. Nou, indien de werknemer moet willen zeggen, nou, ik blijf 2 dagen thuis, dan kan de werkgever zeggen, nou, op basis van het arbeidsreglement wordt dit beschouwd als onwettig verzuim. En daartoe zijn conform het reglement sancties aan verbonden. Okay. Maar die sancties, die kunnen ook niet alle dol worden toegepast. Ze worden toegepast naar aanleiding van de ontslagwet. De ontslagwet is duidelijk hierin. Mensen die een arbeidsovereenkomst hebben voor onbepaalde tijd, moet je als werkgever ontslagvergunning aanvragen. Ik ga daarop terugkomen, ja. Naar aanleiding van die COVID, want ik wil dat van het ontslagwet en veiligheidswet, dat wil ik nog even praten. Graag. Maar ik wil alvast u aanvullen. Ja, ik wil even aanvullen. Kijk, om echt in te gaan op de vraag welke u eigenlijk heeft gesteld, dat een werknemer in feite op de juiste manier volgens de regels heeft gemeld dat hij ziek is. En de volgende dag of daarna wordt hij eigenlijk geconfronteerd met een onwettige afwezigheid. Dat is niet correct. Nee, helemaal omdat zolang je hebt gehouden aan de geldende regels, klop, zoals men al heeft aangegeven, dat niet kan. Dat is eigenlijk misbruik van macht. En als zo'n werknemer zijn rechten niet kent of nergens heeft, geen klankbord heeft waar hij kan aankloppen, dan komen er wel problemen. Ja. Ja. Een vraag die ik wil stellen. Ik wil een vakbond. Ik ben in een winkel en ik zou een vakbond willen oprichten. Hoeveel leden moet zo'n vakbond tenminste hebben? Dus kijkt u, het hangt eraf vanuit welke ooghoek je het bekijkt. Waarom? Men zegt, of de wet zegt, zolang er 2 of meer mensen besluiten zich te verenigen, dan is er eigenlijk al sprake van een vakbond. Ja. Maar wanneer we gaan kijken naar eigenlijk representatie en al dat soort zaken, dan is er een wet vrijheid van vakvereniging. Ik denk dat die het laatst is aangepast in 2016, die dan gaat aangeven waaraan je gaat voldoen. Waaraan je moet voldoen om eigenlijk een wettige of een erkende vakbond te zijn. Je moet representativiteit hebben. Als er 2 bonden zijn die eigenlijk beide aangeven van ik ben aanspreekpunt wanneer het gaat om de werknemer, dus de vertegenwoordiger, dan kan men zo ver gaan om te vragen van de bemiddelingsraad om een referendum te organiseren. En dat zal dan afhangen van de representativiteit van beide bonden. Welke bond wordt dus bij deze het meest gedragen door de werknemers? En dat zal dan bepalen wie dan de erkende vertegenwoordiger is van de werknemers. Maar om een vakbond te beginnen is nergens aangegeven met hoeveel werknemers je zou moeten beginnen. Oké, maar ik heb dus nu een winkelzaak. Ik heb 100 mensen en mensen willen daar een vakbond opzetten. Ja. En Minawani, wat dan? Wie is een Minawani? Mina, een werkgever. Ja. Nou, de werkgever, op de eerste plaats, anders bij een wet. Anders bij een grondwet. Mm-hmm. Of natuurlijk anders bij een grondwet. Want de grondwet is duidelijk, je hebt ten alle tijden een recht van vereniging, toch? En ik heb het vaker gedaan. Ik heb vaker een vakbond opgericht, toch? En op het moment dat er een aantal mensen zijn die zeggen ik wil een vakbond oprichten omdat mijn belangen niet worden behartigd, nou, de volgende de juiste stappen. De eerste stap die je moet nemen is degenen die zo'n vakbond willen oprichten, moeten zich verenigen. Mm-hmm. Ze moeten zich verenigen en een vergadering uitschrijven. Op een neutrale plek, want in de Kahora we vergaderen in een juru van werkgever en dat ben ik op. Ja. Je moet een afzonderlijke locatie zoeken, wat heb ik vaak gedaan, een afzonderlijke locatie, en je moet proberen de meerderheid van de mensen achter te hebben, want dat pas, zoals Lloyd zegt, dan pas ben je representatief, want dat gaat spelen. Op het moment dat je hebt 100 rokoppen in een rokoppen, maar 20 nummer wat vakbond, dan ook go. En ook go. Je moet tenminste meer dan de helft hebben. En de helft is natuurlijk meer dan 50, toch? En als je hebt voor de 100, je hebt 70 man nodig, heb je al een goede solide basis om een vakbond op te richten. Mm-hmm. En zo'n vergadering wordt genoemd de oprichtingsvergadering van de vakbond. Want dan 1, je richt de vergadering op en per die dag is de vakbond opgericht. Want in de annalen, hoe je statuut zijn moest vragen, in potie,
ADESA, vakbond, recht op. En wie zijn de kandidaat-bestuursleden die zich hebben aangediend als bestuurslid? Zo simpel is dat. Maar vaak genoeg, hoe komen we sap de passie zijn wakker? Dan heb je dus natuurlijk eerlijke vakbondsleden die zeggen van nou, ik ga jullie voor. Mm-hmm. Ik ga jullie leiden en ik ga de juiste stappen wijzen, zij moeten doen voor op een vakbond. En dan komt het wel goed. Want de wet heeft ook aangegeven hoe je een vakbond moet oprichten en welke wegen je ook moet bewandelen om zo'n vakbond rechtspersoonlijkheid te doen krijgen. Want dat is belangrijk, mm-hmm. Want ik ga op een vakbond, maar vakbond op rechtspersoonlijkheid, dat werkgever normaal is dan aan je voor onderhandelen, want in een rechtspersoon. Ja, ja. Toch, dat moet je vast hebben, je moet ernaar streven en in zo'n fase, dat vakbond denkt, vakbond hubbel, in oprichting, maar zo'n rechtspersoon. If je tranga alle rekommakker bij bakken, dan kun je wel onderhandelen met de werkgever, ondanks in de persoonlijkheid. Mm-hmm. Maar onder voorwaarde van secutorie. Terwijl u de bezig, u rekt dat vakbond op. Formeel, neem secutorie. Maar een werkgever, normaal, go om you, want je hebt al bewezen dat je achterban hebt. Ja. Mm-hmm. Ja. Hm? Ja. En dan even ook een aanvulling daarop, wat er ook kan gebeuren in sommige gevallen, want kijk, we zijn geen vreemden in Jeruzalem, we weten dat bepaalde werkgevers, want dat is het voorbeeld welke u heeft aangehaald, ook eigenlijk tegenstribbelen, de My Fighter vakbond. En dan heb je ook de vakcentrale die een vakbond die nog niet over rechtspersoonlijkheid bezit, toch, dan kan de vakcentrale zo een vakbond wel begeleiden. En dat dient ook geaccepteerd te worden door de werkgever. Oké. Okay. Maar ik ben dus werkgever, ja. En maar bij 100 man. En natuurlijk overal zijn er luistervrinkjes en spionnen. En meer de man meneer Wales wil een vakbond oprichten, dan moet je ontslag. Wat dan? Je werkgever, ontslag? Ja. Wat moet je? Nou, op de eerste plaats is dat niet rechtsgeldig. Want je kan geen ontslag op basis van het feit dat je op een vakbond. Mm-hmm. Want in de grondwet en in de arbeidswet is verankerd recht op vereniging. Toch? En de bescherming voor vakbondsleden is vervat in de arbeidswetgeving. Mm-hmm. Die ook recentelijk is aangepast. Mm-hmm. Toch? Recht op vakvereniging. Dus ja, zo'n ontslag is bij voorbaat nietig. Want wie is een vakbondsleden zijn in een bedrijf? Op een vakbond, aan de bezig op een vakbond, aan bijvoorbeeld 3 jaar in dienst. Toch, jullie werkgever, if you want to overwegen voor jouw ontslag, je moet actie ontslagvergunning aan. Want dat gaat niet zomaar. Je moet ontslagvergunning aanvragen. En natuurlijk is de reden een lousie reden. Mm-hmm. Want omdat een man op een vakbond dat je jammer voor ontslag. Mm-hmm. Is geen enkele rechtgeaarde overheidsinstantie zoals ontslagvergunning, ontslagcommissie of arbeidsinspectie of accepteert zo'n drogreden. Mm-hmm. Het gaat niet door de beugel en daarvan kan ik wel getuigen dat een relatie tussen AWB en de ontslagcommissie en de arbeidsinspectie is eentje van wederzijds vertrouwen. Dus AWB, door de AWB heeft een case binnen. Voor een workman die onrechtmatig behandeld. Die hebben wij de relatie naar de arbeidsinspectie. Hun hebben een relatie naar de ontslagcommissie. Hun hebben een relatie ook naar de juristen die wij kunnen benaderen. Om zo'n workman juridisch bij te staan. Dat doen we in elke case. Toch, het maakt niet uit, even maar naar money voor. We zullen wat vinden, ja. Ja. Dus eigenlijk, ik maak een sprong meteen. Omdat in het tweede gedeelte bijvoorbeeld ook over een vaccinatietorie. Oké. Okay. Maar er zijn dus werkgevers die arbeiders bedreigen met ontslag. Ja. Omdat ze niet willen gaan vaccineren. Kan dat? Nee, dat kan niet. En, het gebeurt in de praktijk wel, want ik raak dagelijks ook geconfronteerd met zulke gevallen. Maar dat is wettelijk niet verantwoord. Er is geen enkele wet die de mensen verplicht om een COVID-vaccin, want eigenlijk heeft het over het COVID-vaccin, toch? En, te nemen, om het zo te zeggen.
Kijk, en ook de minister van Volksgezondheid heeft duidelijk aangegeven een aantal keren dat geen enkele werkgever een werknemer kan verplichten om het vaccin te nemen. Om zich te laten vaccineren. Dus dat kan helemaal niet. Ja, maar tegelijkertijd, als de minister van Volksgezondheid geeft aan die terrassen mogen open alleen voor gevaccineerden. Meneer, begrijp je een relatie dat hij? Ja, dat is discriminator naar om het te houden op werknemers. Inderdaad is het discriminator. Maar je zult je wel afvragen, hoe komt het dat werkgevers wel in staat zijn om mensen te ontslaan? Hoe komt het? Want het kan niet zonder slag of stoot. Wel, ik geef een praktisch voorbeeld. Weet u, om me te recommanderen, zijn ze op de rechter, toch? Los van plichten, maar ook de rechter. Dat je maar iets ontslag zomaar. Wat vaak gebeurt, en ik heb dus twee gevallen, recente gevallen, nog vorige week. Kies ontslag. Hoe? Op een heel simpele manier. Ze zijn aangeschreven door de werkgever. Dat ja, dus in verband met COVID. Ik praat nu over de COVID-situatie. Ja, ja. Dat je smaakwin busjes. Ik ken de bekende Noah busje. Ja. Maar even werkgever schuwen in om dit busje. Dat ik hier ons reglement zeg. Als staat dat je mag vervoers maar iemand opgehoopte situatie in een bus. Want dat kan een oorzaak zijn dat besmetting kan beginnen in de bus die je kan roken. Weet u dat op basis daarvan mensen ontslag zijn aangezegd? Maar weet je hoe simpel het is gegaan? Op geen blik dan een werkgever trus van papieren onder de asman zo. Toch? Dat ik hem teken, want ik ben maar door naar je attitude. Uit vrees, jouw werkgever, omdat een werkgever op een overwicht pas maar, als maar goed teken. En daar gaat het veel fout bij werknemers. Je bent nooit verplicht en nooit meer kan dwingen hoeveel pot je hand in onder wat zijn de eens. Even een sapsanning, die taki, moet teken tjagwa ozo, dat moet zo die smaak zijn, moet kennis voor wat zijn. Ik is maar lees je, ik is maar jeep niet. Maar nooit je tek a kans of a verantwoordelijk dat je zet op je schrijven, je gaat teken wat zijn. Want, me put me aan een feit dat no one werkgever in staat voor jisma ontslag, los van if je hebt een contract voor een bepaalde tijd, zeg maar je contract na 2 jaar en alibi today voor zijn contract verloop, dan werk je met een contract. Dat is normaal, dat is niet weer. Ja. Maar zodra je een overeenkomst bij voor een bepaalde tijd, en dan mag gebeuren dat je kies ontslag zomaar. Zolang je niet je hand tegen alle wat is op hier. Oké, maar heb je teken voor gezien, wat dan? Ja. Even teken voor gezin, dat betekent je take kennis voor een inhoud van schrijven, ja. Zodat die wang. Oké. En dan je de beschermd door de wet. Want hetgeen jij betekent met wat de wet zegt, wie stelt, moet bewijzen. Want if je betekent met wat niet bewijzen. Maar je vindt maar bewijzen. Dan je hebt een instantie, een onafhankelijke instantie, de arbeidsinspectie, en het ministerie van Arbeid, zijn ook een logo, zijn true of niet true. En je hebt instanties bij vakbonden, je hebt bemiddelingsraad, je kan leggen voor. Maar in structuren zijn gedefinieerd, je altijd op overleg, overlegsorganen. En daarom heb je een vakbond. Mm-hmm. Maar ik kan me best voorstellen, in bedrijven per vakbond nodig, daar hebben werknemers het veel moeilijker. Mm-hmm. Voor ze goed in lid. En daarmee, we hebben AWB, daarvoor staat AWB. Moet je betalen? Je betaalt een contributie van, schrik niet, 15 SED per maand. 15 SED per maand. Is aan de lage kant, ja. Maar we horen rekening dat je na een inflatie te doen, ook een man heb je vallig moeilijk. Ja. Ze kunnen niet eens brood op de planken zetten, dat laat staan om een behoorlijke contributie te betalen voor het lid voor een vakbond. Dus we horen rekening ook doen. Oké. Okay. Gaan we aanvullen? Ja.
Dus om weer terug te komen op dat punt, het is helemaal onjuist dat de werkgever besluit om werknemer te ontslaan omdat die eigenlijk niet is gevaccineerd. Dus de mensen moeten hun recht zoeken. Veelal zijn er werkelijk instanties, maar er worden werknemers vaak ook vrees ingepompt. Toch? En werknemers die vrezen, kijk, ik heb ook gevallen gehad, er hebben mensen mij benaderd. Ik zal de winkelzaken niet bij naam noemen hier. Maar een nichtje van mijn wederhelft, die heeft ook duidelijk aangegeven van mijn werkgever geeft aan dat ik met ontslag moet als ik niet word gevaccineerd. Ik heb er persoonlijk gezegd van nee, dat kan niet. Kom terug bij mij, zolang je zo ver bent, kom volgende week of zo om erover te praten. En na 12 dagen geeft mijn wederhelft mij aan van, maar mijn negeven zegt ze komt niet meer omdat ze is gaan vaccineren, want ze is bang dat ze de baan kwijtraakt. Je moet u indenken. Heel veel van deze mensen werken in bepaalde zaken waar je eigenlijk bijna niets verdient. Je verdient niet veel, want 1500 SRD in deze tijd is niets. Want euro's is refereer maar pijn. En kan dat maar op wampching of toepching als maar kan de nou een ouder gezin bij. Toch, dus als maar bereken dat volgens mij gaat het hele proces. Mij laat mij ook bij. En mij zegt, als ik kiezen het, want soms twijfelen ze ook. Dan is mij bereken dat ik mij dan gewoon laat vaccineren. En dan mijn baan gewoon behouden. Mm. Begrijp je? Ja. Dus het gaat veelal ook, net wat meneer Willief aangeeft, om vrees bij mensen. Okay. En onwetendheid. Onwetendheid, ja. Attorie Spaan. Maar ik wil alvast een vraag stellen, want een van mijn WhatsApp friends heeft een vraag gesteld. Die wil weten van, als het klopt dat er bedrijven zijn die geen ziektekostenverzekering betalen voor hun werknemers. En zo ja of zo nee, wie controleert dat? Om hierop te antwoorden, kijk, er zijn wetten. Er zijn sociale wetten, ik denk dat deze wetten ook in 2016 of 2014 zijn goedgekeurd. En de werkgever, elke werkgever is verplicht ziektekostenregeling te regelen. SOR. Toch? Ja. Voor de werknemer. Ook een SOR. Ja. Toch? Dat is verplicht. Ook pensioenregeling, al dat soort van zaken zijn verplicht. En degene die het controleert, kijk, dat is een beetje moeilijk. Waarom? Er is, en misschien kent meneer Willet zo uit het over, er is een instantie die daarover gaat. Maar als er een bond is in het bedrijf, kan de bond altijd daarover gaan en daarover waken. Maar werkgevers maken vaak misbruik van macht en onwetendheid van medewerkers en regelen dat soort dingen niet. Maar er zijn wel wetten en de arbeidsinspectie, het ministerie van Arbeid, is ook een instantie waar je kan gaan voor advies en begeleiding over deze zaak. Ja. Maar die arbeidsinspectie voert het spontaan controles of pas wanneer er een opmerking wordt gemaakt, dan pas gaat hij reageren? Kijk, als ex-werknemer van het ministerie van Arbeid, ik was ook arbeidsinspecteur. De arbeidsinspecteur heeft een algemene controleren de taak, toch, met verregaande bevoegdheden die vastgelegd zijn wettelijk. Toch is een opsporingsambtenaar die tij en ontij een ondernemer kan binnenvallen, toch, en ja, de bescherming is zodanig dat de inspecteur zijn bevoegdheden kan ontlenen vanuit de wetgeving, toch. Maar wat speelt er? De inspecteur, dan praat ik uit ervaring, die heeft een dagelijkse taak van bedrijven die hij moet controleren. Dus zelfs is er een quota afgesproken van, kijk, per inspecteur zoveel bedrijven. Ja, dat is het nu afgesproken. Voort is er een plicht om een steekproeven situatie te creëren. Steekproefgewijs moet men in bedrijven gaan om invallen te plegen. Te kijken van wat is de werksituatie, de omstandigheden. De sociale wetten die te maken hebben met vakantiewet, ongevallenregeling, noem maar op. Toch SOR-verzekering in bedrijven.
die worden speciaal gecontroleerd door een speciale afdeling binnen arbeidsinspectie. Het is de sociale inspectie. Die gaat zelf over dat soort dingen. Die gaat zelf de boeken in om te controleren. En houdt dus ook steekproeven onder werknemers. Anoniem. De werkgever weet niet eens dat het wordt gedaan, maar het moet gedaan worden om een steekproef te houden. Zo ook heb je de veiligheidsinspectie die veilige situaties in bedrijven gaat controleren. Eén, zijn de veilige situaties bij de verschillende machines in orde? Zeg maar, heeft die cirkelmachine een afschermingskap? Hebben de werknemers beschermingsschoeisel, dus adequate PPE? Dus ja, om concreet in te gaan op de vraag, kunnen mensen ontslag krijgen voor bepaalde situaties waarbij de regels niet worden nageleefd? Er is een ja en nee, toch? Maar dan nog is er een beschermingsklep. Omdat het uitgangspunt is van arbeidsinspectie is, we beschermen vanuit het recht de meest zwakkere schakelen. En dat is de werknemer. Mm. Sowieso. Toch? En daardoor wordt veelal door werkgevers neergekeken op arbeidsinspectie. Zeg van ja, de make-up op je rokkoman. Ja, inderdaad lijkt het misschien zo. En inderdaad heb je ook een situatie waarvan werknemers zeggen, ding maar voor arbeidsinspectie. Zo of daar, niet allemaal. En je zegt daarbij ik money on the tafra. Die geluiden hoor je ook wel. En ik wil me handen niet in vuur zeggen voor allemaal. Er zullen best wel een paar rotte appels in de maan zitten. Maar ik wil best zeggen van het gros van de inspecteurs die hun werk naar eer en geweten doen, dat werk opkomen om een goede werksituatie te altijd ze creëren, maar ook te inspecteren ook, op een correcte manier. Dus daar staat de AWB wel graag voor de relatie die we hebben met één arbeidsinspectie en over de instantie van het ministerie van Arbeid. Mm-hmm. We hebben een hele goede relatie met het ministerie van Arbeid, omdat onze doelgroep van werknemers, wij zijn eigenlijk de tussenpersoon tussen hen en het ministerie van Arbeid. Vandaar onze relatie met het ministerie van Arbeid. Oké. Twee vragen. Er wordt ons aangegeven dus dat werkgevers hun werknemers vragen om te gaan vaccineren. En wanneer die werkgevers dat niet willen, die werknemers dat niet willen, dan wordt geëist dat ze zich wekelijks gaan swappen. Dat ze dus negatief zijn en dat zij zelf voor de kosten moeten opdraaien. Dat is de eerste vraag. En mijn tweede vraag is, hoe zit het ermee dus dat al die opgelegde regels en maatregelen eigenlijk ervoor zorgen dus dat die werknemers extra kosten moeten gaan, extra moeten uitgaven hebben voor wat bijvoorbeeld mondkapjes betreft, al dat soort bijkomstigheden, ik zeg maar ook om je handen wassen, reinigen en zij moeten het allemaal uit hun zak betalen. Hoe zit dat daarmee? Dus de eerste is, hij wordt verplicht om te gaan swappen en hij moet betalen. En what about al die attributen die je moet aanschaffen om te willen werken? En onder andere mondkap, kan je ook haarnetje, reinigingsmiddelen. En het moet uit de arbeiders hun zakken gaan. Hoe zit het daarmee? Dus om hierop te antwoorden, kijk, punt 1, om werknemers te verplichten om te gaan swabben. En volgens mijn informatie is het swabben tussen de 75 en 100 US. Ja, klopt. En als je de werknemer verplicht om iets te gaan doen, moet je het bekostigen. Mm-hmm. Toch, want je kan de werknemer niet onnodig in kosten jagen. Er zijn artsen, er zijn specialisten, er zijn medici die zijn opgeleid om te kunnen aangeven wanneer een werknemer moet gaan swabben of wanneer een persoon moet gaan swabben of niet. Tenzij er genoeg redenen zijn om zo'n werknemer eigenlijk te vragen van hey, nee, je vertoont bijvoorbeeld symptomen van COVID bij deze, dan zou het niet kunnen dat de werkgever, de werknemer, elke keer verplicht werd om te gaan swabben. En reinigingsmiddelen op de werkvloer, daar is de
werkgever voor aansprakelijk, niet de werknemer. Dus dat kan in geen geval gehaald worden op de werknemer. Als je dan van mondkap toe? Nee, de mondkappen, kijk, je hebt verschillende instanties, verschillende disciplines. Als het niet zo is dat de werknemer eigenlijk blootgesteld wordt tijdens het werk en eigenlijk blootgesteld wordt aan gevaar, dus het besmet raken met COVID, dan is het... is de werkgever ook niet verplicht een mondkap voor je te kopen. Mm-hmm. Toch, dan moet je dat zelf doen. Maar in geval bijvoorbeeld van de medische sector, de gezondheidssector, is de werknemer verplicht te werken met, eigenlijk men zegt, of er is duidelijk nu aangegeven door de beleidsmaker, dat iedereen een potentiële besmetter is. En de persoon is verplicht dicht bij de mensen te komen. Dus in dat geval is de werkgever wel verplicht voor alle beschermingsattributen te zorgen, waaronder ook mondkapjes. Toch, want dan is de persoon van wie het werk vrijgesteld aan het gevaar. En de werkgever moet dan de werknemer beschermen. Vanwege de veiligheidswet van 1947, aangepast recentelijk in dat 2016, is de werkgever verplicht om te zorgen voor beschuttingsmiddelen voor de werknemer. En vanwege deze bijzondere situatie van COVID-19 is het hebben van een adequate PPE een vereiste om een mond- en neuskap te hebben. Toch? Dus het is wezenlijk onderdeel van het hebben van PPE. Nou, in bedrijven die gereguleerd zijn, waar er een vakbond is, waar er een CAO is, daar is het al veel opgenomen dat de werkgever ervoor moet zorgen. Maar waar er geen vakbond is, dan moet je het hebben van goed werkgeverschap. Dat de werkgever zich van bewust is dat ik goed moet zorgen voor mijn werknemers. Toch? Want het zou wel mooi zijn dat je alleen maar geld wil verdienen middels de arbeidskrachten van de mensen. En je wil niet zorgen voor een goede bescherming van de mensen. Want zo gaat je onderneming ook te gronden gaan. Mm-hmm. Dus ja, ik kan me best voorstellen dat er bedrijven zijn die zeggen van nou, je moet zelf voor je eigen zaken zorgen. En de kosten kunnen we misschien delen of je het op jezelf. Maar dan is het dan een instantie die zorgt dat je ei kwijt kan. En dat is de AWB. Echt, de AWB is de instantie voor de individuele werknemer. Toch, kom naar ons toe, meld je aan, doe een intakegesprek en we zullen naar je case luisteren. En actie ondernemen. Ja. Er is ook nog een ander geval die je hebt, is dat kennissen, die hebben zouden me gezegd hebben van, ze worden bij wijze van spreken geswapt en ze worden positief aangemerkt en dan moeten ze dus 10 dagen in quarantaine. En in die 10 dagen worden ze niet betaald door de werkgever. Hoe zit het daarmee? Werkgevers passen een oneigen vorm van no work, no pay toe. Maar dat komt niet vanwege moedwilligheid van de werknemers. Want ik ben niet thuis omdat ik op eigen aandrang thuis ben. Maar vanwege een verplichte medische keuring. Want de medische keuring is een medische keuring. Toch? En dan moet de werkgever daarvoor opdraaien. Ze maken misbruik van de onwetendheid van de werknemer om te zeggen van nou, ik accepteer dit niet. Want het kan nooit zo zijn dat men moet swap. Je vindt dat men moet swap. De overheid vindt dat ook, want dat zijn de overheidsregels. En ik moet er gelijk voor betalen. Want dan kun je ook zeggen van nou, ik heb geen vertrouwen in de swap-instanties of de instanties die dat doen. En ook nog, je hebt mensen zeggen van, nou, maar mijn brief in COVID. Mm-hmm. COVID deed, maar mijn brief in, dan waarom moet ik daarvoor betalen? Toch, dus ja, het is eigenlijk een welisnietes die helaas wel gebeurt in Suriname, dat het oneigenlijk misbruik van wordt gemaakt. Maar ik roep dan daarbij alle mensen, alle rokomangsa die zo'n situatie, laat je niet misleiden, ga nooit over om een of ander document te tekenen door de werkgever. Zeg van, ik neem het document
naar huis om het te gaan bestuderen, maar je kon langer naar AWB. Meld je aan en dan zullen wij van onze contacten die we hebben met het ministerie van Arbeid wel ervoor zorgen dat je hulp krijgt. Ja. Ja, dus in feite praten we hier over, meneer Willy heeft aangegeven aan medische keuring en dat klopt, maar we praten ook over ziekte. En de wet beschermt dat ook, ja. Dat wanneer je met een attest komt, klopt. Een gedekte attest door een arts, en bij deze is de instantie BOG, want het is BOG die de mensen in quarantaine zet, doen ze ook een exit screening en de mensen krijgen dan een bewijs dat ze in quarantaine zijn geplaatst door BOG, eigenlijk vanwege ziekte, COVID. En dan is er ook de wet die duidelijk is, erin is dat de mensen gewoon doorbetaald moeten worden. Omdat, net wat meneer Wiel zegt, is buiten hun schuld om en het is ziekte. De mensen zijn niet voor een plezier thuis gebleven. Ja. Dus ze moeten doorbetaald worden. En als ik bij wijze van spreken, je hebt weer een andere strategie, je bent ziek. En je kan zelfs hebben dus dat werknemers in het ziekenhuis liggen, een week, twee weken. En dan komen ze terug en dan worden hun verlofdagen afgetrokken. Onwettig. Onwettig. Ronduit onwettig. Dit moet direct aangegeven worden, want je mag niet over je heen laten komen. Mm-hmm. Geef het direct aan bij de overige instantie. Als je niet persoonlijk wil gaan, doe het via AWB. Als dit wordt gerapporteerd bij ons, zorgen we ervoor om direct en onmiddellijk actie te ondernemen. Want dat is onkan. Je kunt niet voor je situatie buiten mijn schuld om en ga voor betalen. De wet beschermt, zoals Lloyd aangeeft, de wet beschermt de werknemer, zeker met betrekking tot de ziekteverlof, in de ruimste zin des woords. Helemaal beschermd. Recent heeft de minister Kulbdi Singh van Arbeid aangegeven dus dat de werknemers mogen niet gedwongen worden om te gaan vaccineren. Maar is het niet arbeid die de werkgever moet aanspreken? Want een bekendmaking plaatsen in het nieuws. En ik heb al die opmerkingen gemaakt, dus dat er een protocol is van volksgezondheid, dat alleen terrassen open mogen gaan waar voor gevaccineerde mensen. Heeft het ministerie van Arbeid dan geen power om niet gewoon te zeggen met hun mond van het mag niet, maar ook maatregelen te kunnen treffen? En is er een relatie tussen, ik denk dat het al een paar keer opgenoemd is, er een relatie tussen de vakbonden en het ministerie van Arbeid? Oké, er is wel een relatie, maar die relatie is straks meer naar de instanties die je moet toezien dat arbeidsrechten worden beschermd. Toch, ik denk aan de ontslagcommissie, arbeidsinspectie, arbeidsbemiddeling en noem maar op. Maar het ministerie in totaliteit, die heeft wel de plicht om de rules duidelijk te omlijnen. En dat is niet alleen met een bekendmaking. Een slappe bekendmaking, maar met duidelijke regelgeving naar bedrijven die over de schreef gaan. Toch? Want kijk, ik zei het al, de zwakkere partij, het zijn de werknemers, die het gelag betalen vanwege de hele COVID-19 maatregelen. Toch? Een bedrijf gaat over de kop. Bedrijven die een behoorlijke reserve hebben, die kunnen het overleven, maar degene die notie, die moeten die mensen aan de kant zetten en no pay, no work. No work, no pay, No work, no pay. No work, no pay. Toch, en zitten ze vaak maandenlang zonder inkomsten, want de werkgever heeft het geld niet, tussen twee jaar hoor, heeft het geld niet om vanuit een reserve te betalen. Dus ja, om te zeggen, middels een simpele bekendmaking van werkgevers, je hebt niet het recht om mensen te dwingen om te gaan vaccineren, snijdt geen hout. Want uiteindelijk, een werkgever dat niet gaat. Met keus en vliegwerk hou ik mijn bedrijf in stand. Voor die mopje patiënten. Toch? Hoewel vaccinatie geen vrijbrief is om te zeggen van nog eens COVID morgen. Is het toch wel een gegeven feit dat je hebt bedrijven die zeggen van ik moet vaccineren. Want ik moet dan opereren, ik moet dan open, ik moet gaan verdienen.
Dus het ministerie moet met andere maatregelen komen, zwaardere maatregelen komen, tegen de werkgevers die hun mensen dwingen om te gaan vaccineren. Anderzijds heb je ook dat de werkgevers zeggen, ik geef incentive. En dat heb je nu heel veel bedrijven gaan over om incentive te geven aan mensen die zeggen, ik wil wel laten vaccineren, maar je krijgt dit als vergoeding in de plaats. Dat is meer om aan te lokken degenen die zullen vaccineren. Maar dat is naar ons inziens discriminator. Toch, want dan in deze economische situatie waar mensen geconfronteerd worden met de hoge inflatie, met verhoogde prijzen en zo, dan geef je aan een groep wel die financiële incentive, maar de andere niet. Dus dat is wel een minpunt. Maar zou je de mensen kwalijk kunnen nemen? Ja, dus dat is nog een vraag die we niet zo kunnen beantwoorden hoor. Dus dat is nog iets. Ja, mensen moeten ervoor zorgen dus dat ze moeten bijvoorbeeld hun eigen waarde kennen. En als ze bijvoorbeeld ervoor kiezen om te gaan vaccineren voor een zakreis, dan is het des hun. Toch? Dat is zo. Dus ja. Als zij daarvoor kiezen, want tegelijk, ik zou me afvragen van waarom zou die man mij een zakreis willen geven zodat ik me ga laten gaan vaccineren. Dat, voor mij zou het niet betrouwbaar meer zijn. Maar als mensen vinden dus dat ze dat wel willen doen, nou dat is het des hun. Dan is het heel goed recht. Keuzevrij. Dat heeft eigenlijk niemand je gedwongen. Ja, keuzevrij. Ja. Maar om in te haken op eigenlijk het voorbeeld dat u even geeft. En is er misschien ergens wel een taak weggelegd voor het ministerie van Arbeid. Maar ik ben meer van mening dat het ministerie van Volksgezondheid zichzelf in de vingers snijdt. Reden waarom, als je aangeeft dat niemand verplicht is te vaccineren en niemand mag je dwingen. Werkgever mag werknemer niet dwingen. En je geeft aan dat een terras mag opengaan, maar de mensen die daar mogen komen zijn mensen die gevaccineerd moeten zijn. Dan gaat het in principe ook niet meer om de werkgever, een werknemer, maar om het totaal volk. Dus op subtiele wijze dwing je de mensen eigenlijk van, hey, wil je je gaan ontspannen daar, dan moet je je laten vaccineren. Dan ligt het ook niet meer aan die werkgever of het ministerie van Arbeid, maar het ministerie van Volksgezondheid die eigenlijk tussen al de regels heen die zij zelf ontwikkelen, de mensen op subtiele wijze dwingen om zich te laten vaccineren. En dat vind ik wel verkeerd. Klopt, helemaal. Ja, toch, want daar komt er eigenlijk discriminatie, ja, zoals meneer wil zeggen, ja, van toepassing. Een stigmatisering. En in feite kom je eigenlijk aan het goed recht van de mens om zich te laten vaccineren, maar ook het ontspanningsrecht. Want de ondernemer die eigenlijk zijn zaak daar heeft, laat zeggen een café met open terras, een restaurant met open terras, die moet dan erop gaan letten toch, van je bent niet gevaccineerd dus je moet niet hier komen. Eigenlijk dan moet hij zijn eigen klanten eigenlijk wegjagen of niet ontvangen, omdat ze niet zijn gevaccineerd. Dus ik denk dat dat weer te maken heeft met iets anders. Ja, want en dan komt bijvoorbeeld dan wel een arbeidsrecht, want diezelfde waarom, als ze toch niet zouden kijken en mensen die niet gevaccineerd zijn, wel zouden accepteren en de overheid komt langs, de politie, dan krijgen ze een boete. Waardoor dus toch wel de man kon nou een arbeidersrecht. Toch, want als ik een boete krijg, ik ben dus, ik verkoop bami en ik heb een terras. En er is een protocol die zegt van gevaccineerden alleen mogen daar komen. Mm-hmm. Ik heb het niet gemaakt. De Volksgezondheid is er meegekomen. En de politie controleert. En er zijn dus een paar mensen daar die niet gevaccineerd zijn in mijn waarom. En ik krijg een boete daarvoor. Is dat ook niet iets weggelegd voor de vakbond? Om daar hun stem te laten horen. Nou, ik weet niet als het zozeer zou zijn voor de vakbond, waarom het gaat in feite niet om werknemers, maar het gaat eigenlijk om die ondernemerschap. Hi. Want eigenlijk ga je het aantal cliënten van zo'n waring laten doen afslanken. Ja toch, want als je niet bent gevaccineerd, heeft het dan niet te maken met arbeid. Maar die warung gaat eigenlijk minder verkopen. Is inkomsten delven voor zo'n warung of een restaurant. Ja, oké.
En ik zou ze willen vragen als een laas om een ruzie mee te geven over het ene en ander wat ze allemaal verteld heeft. Ik wil met meneer Paul beginnen. Ja, kijkt u. Het is belangrijk dat werknemers zich verenigen. In Suriname hebben we een probleem, dat wil ik wel even zeggen. We lezen niet, we gaan onze rechten en plichten niet na. Terwijl wanneer je aan het werk bent, je moet weten wat zijn mijn rechten en wat zijn mijn plichten. Dus je moet je rechten nagaan, je moet je houden aan je plichten, maar je moet je verenigen. Verder moet je niemand je laten dwingen tot iets. Toch? Als je niet eens bent met iets, ben je nooit verplicht. We zijn geen slaven meer. We zijn niet verplicht zaken te doen waar wij eigenlijk tegen zijn. Toch? Dat zijn twee van de dingen. En in elk geval laat je niet dwingen tot niets. Ik wil direct aansluiten en ik ben het totaal eens met Lloyd. Als werknemer heb je rechten. Rechten die internationaal en nationaal zijn verankerd in wetgeving. De wetgeving gaat zo ver dat de meest zwakkere partij altijd beschermd wordt. En dat zijn de workomang. Alleen moet je weten wat zijn de wegen die je moet bewandelen. En indien je de wegen niet kent, nou daarvoor is het een vakbond er. In dit geval is het de Algemene Werknemersbond, de AWB. En mijn persoon, Immerweel, die verbonden is aan AWB, die maakt zich hard en sterk om elke klacht van elke werknemer die individueel wordt ingediend bij de AWB te behandelen en te begeleiden naar de instanties die daartoe bevoegd zijn. Dat zijn arbeidsinspectie, arbeidsbemiddeling en zeg maar de ontslagcommissie. Dus ik wil hierbij zeggen, maak contact als u problemen heeft, u weet niet waar u moet gaan, maak contact met mij. Mijn telefoonnummer is 8862761. Nogmaals, 8862761. Dat is mijn telefoonnummer en mijn appnummer, is een digicelnummer, is 7693568. Nogmaals, 7693568. Daarop kunt u mij een app sturen. Ik sta 1x4 uur ter uw beschikking om welke klacht dan ook aan te horen. Ik ga een gesprek met u aan en er zal altijd actie worden ondernomen naar de verschillende instanties toe. Dat hebben we in het verleden gedaan en hebben we het ook bewezen dat we het doen. En nog een vraag is, als ik van een winkelpersoneel ben en er is geen bond in mijn werkplek, ja, kan ik nog altijd contact maken met u als er problemen zijn? Natuurlijk. U kunt terstond, u hoeft niet persoonlijk te komen, kan ook persoonlijk komen, maar u kunt ook bellen op de bovengenoemde nummers die ik heb doorgegeven. Toch? En de werkplek van de AWB is Limesgracht, op het terrein van RGD Limesgracht. Daar is de PWO gevestigd en u kunt daar langs lopen om zeg maar een intik te doen. En we zullen daarna handelen. Dat kan ik garanderen als werknemer. Wees niet bang, Lloyd heeft het al aangehaald. Als wat is op de werkplek, laat geen enkele werkgever jou onder druk zetten. Zeg maar, ik teken ja zo. Je rechten zijn zo lang beschermd wanneer je zelf beschermt door niet te tekenen voor iets dat je niet eens mee bent. No teken nooit onder geen beding. Ik wil het benadrukken. Onder geen beding je handtekening plaatsen onder welk stok dat ook dat wordt onder neus wordt geschoven. Tik contact altijd naar een sma. Die kan je jeepje naar een bijstand. Dank u wel. Heb ik nog iets? En ten aanzien van het vaccineren wil ik wel duidelijk zijn hierin. Werkgevers mogen werknemers niet verplichten zich te laten vaccineren en werknemers moeten zich ook niet laten verplichten. Ik wil ook een beroep doen in het bijzonder op de werknemers om elkaar niet te discrimineren of te stigmatiseren omdat zij wel gevaccineerd zijn en anderen niet. Laten we de eenheid binnen de werknemers, onder de werknemers blijven behouden, want wij zijn het die dagelijks met elkaar op de werkvloer bezig zijn. Ik wil de heer hierbij bedanken voor dit heel interessant gesprek.
Ik ben er dus ook heel wijzer van geworden. En ik heb hiermee ook geleerd wat ik kennissen, vrienden moet zeggen die in zo'n benadeelde situatie verkeren. En niet weten hoe ze te handelen als ze dus gediscrimineerd worden, dan wel onder druk worden gezet door hun werkgever. Dames en heren, dit was editie 257. Een prettige avond nog toegewenst. En een gezonde werkweek. Tot de volgende week. Doei!